Ja, kijkers, weer welkom bij een nieuwe aflevering van Lunchwandeling. Deze keer zijn we locatie Tarweweg 2 en 6. En zoals je kunt zien en dadelijk zult zien, voeren we hier nog steeds een beetje traditionele beheer. We zijn hard bezig om het om te vormen naar het natuurlijke groen. En ik laat er dadelijk een aantal dingen van zien. Het is namelijk, ik zal hem even eraf knippen. Dit is namelijk een plantje, die heet, hij rankt zich in een haag. En dan heet die heggerank. Er is een bedrijf in Nederland die is schatrijk geworden met de uitvinding die ze afgekeken hebben uit de natuur. Dit hier, als je nou eens het oude telefoontoestel voor ogen neemt. Het toestel en de haak en daartussen zit een verbinding. Nou, als je maar blijft draaien, dan krijg je torsie en dan gaat het koperdraadje stuk en dan kun je niet meer bellen. Nou, heggerank is precies hetzelfde. Die hecht zich vast met het puntje en draait dan steeds maar door. Als je door blijft draaien, gaan de hout- en baswater stuk en dan gaat je plantje dood. Wat heeft hij gedaan? Er zit altijd, en dat kun je heel mooi zien bij mijn vinger hier, een omslagpunt in. En dan gaat hij de andere kant opdraaien. En dat trucje, dat heeft de KPN perfect afgekeken. En dat zag je en zie je met al die oude telefoontoestellen. Dit is een spinsel van de eikenprocessierups. Overdag zitten daar de rupsen in, helemaal behaard. En heel vaak is het zo, als ik hier met mensen sta en ik vertel er niks over, voelen ze niks. Vertel ik dat je in de buurt staat van eikenprocessierups, krijgen mensen overal jeuk. Want die brandhaartjes, die zijn echt, die veroorzaken heel veel jeuk. Maar zie je rupsen in een groep bij elkaar overdag in een spinsel, dan is het, en dan op een eik, dan is het hoogstwaarschijnlijk eikenprocessierups. En dan mag je mij even bellen, want dat kan overlast geven en dan laten wij ze verwijderen. Als je daar iets afhaalt en je doet dat even, dan zie je een prachtige gouden kleur komen. En vroeger dachten alchemisten dat ze daar misschien wel goud van konden maken. Het plantje stinkt heel erg. Heet dan ook wel stinkende gouden. Je kunt ook je vratten daarmee biologisch bestrijden. 5 keer per dag even aanstippen. Vandaar de naam vrattenkruid. Maar het mooiste vind ik zelf altijd dat je dit plantje op de meest rare plekken op ziet komen. Hoe kan dat nu? Die hebben een perfecte manier van zaadverspreiding. Want als ik zo'n houtje, pultje openmaak en je kijkt dan naar het zaad, dan zie je dat het zaad uit 2 delen bestaat. Een zwart gedeelte en een wit gedeelte. Dat zwarte is het zaadje. Dat witte is een zoethoudend aanhangseltje en dat noemt men een mierenbroodje. Mieren zijn verzot op zoetigheid. Het zaad is rijp, valt op de grond, mieren gaan op zoek naar dat mierenbroodje, gaan daarmee slepen naar hun nest, onderweg valt het zaad eraf en volgend jaar verschijnt daar in 1 keer vrattenkruid, oftewel stinkende gouden. Een hele mooie manier van zaadverspreiding. De natuur zit vol met trucjes en we staan hier bij een elzenboom. Ik zal even, toevallig zit daar nu ook een heleboel beestjes op. Elzenhaantjes, die het blad helemaal opvreten. Maar er is nog iets anders moois te zien. Een hele mooie truc van hoe beestjes zich verstoppen tegen eventueel insectenvraat. En dat is namelijk, dat beestje heet de sigarenmaker. En wat gebeurt er? Er is een snuitkevertje die knaagt het blad aan. Je kan dat veel mooier als ik. Halverwege gaat dat in elkaar rollen, legt daarin zijn eitje. Dat eitje van een larve. En die larve, die kan heel mooi het bladmoes allemaal opeten. En dit sigaartje, want hij wordt echt zo, je ziet het hier, lijkt echt een sigaar, is de bescherming tegen vogelvraat. Een akkerdistel. En boeren en mensen die een tuin hebben, die zijn daar panisch voor. En die beginnen gelijk de gistbuit te pakken. Wij doen dat niet. Want boeren, die hebben zelf nota bene het rijmpje uitgevonden hoe je akkerdistels moet bestrijden. Ga je maaien, dan ga je zaaien. Ga je trekken, dan ga je stekken. En er is er nog eentje, maar de laatste verhaal van het rijmpje is: laten staan is doen vergaan. 24 juni, als de linde bloeit, dan bloeit ook dit plantje. Naamgeving in de natuur is heel makkelijk. 24 juni is de naamsdag van Johannes. Dan heet dit kruidje Johanneskruid. Ook in de psychiatrie bekend als het natuurlijke Prozac.
Want hier halen ze johannesolie uit en dat werkt heel rustgevend. Maar het hele mooie verhaal is dat de naam zegt van Johannes de Doper. Johannes de Doper is onthoofd. Dus een hakblok en dan kop, het hoofd erop, een grote bijl, kop eraf. Ontzettend veel bloed kwam er vrij. Dit plantje groeide in de buurt. En als je nu even goed kijkt naar mijn vingers, er zit niks op. Ik pak een bloemetje, ik knijp daarin. Dan komt er gelijk vrij het bloed van Johannes de Doper. Dat is natuurlijk niet zo. Dat is johannesolie, het natuurlijke Prozac. Maar het verhaaltje is natuurlijk wel heel even leuk. We'll be right back.